In de Surinaamse media, dagblad Star Nieuws, staat een stuk met de kop: VHP vertrapt de grondwet en mensenrechten in één artikel. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. 3 juni 2024. De NDP riep de autoriteiten op tot het eerbiedigen van het internationaal BUPO-verdrag voor de mensenrechten en het shakwaramas verdrag dat door ons land is geratificeerd omdat het bieden van een eerlijk proces en de vormen van detentie die ernstig worden geschonden een prioriteit dient te zijn voor het fundament van onze rechtsstaat. De NDP deed dit in verband met de internationale rechtszaak die de heer de Ramsamoy heeft aangespannen tegen Suriname. De VHP kon het niet nalaten hierop te reageren, wat in eerste instantie haar volste recht zou zijn als die reactie niet buiten het wettelijke kader van de grondwet en mensenrechten zou hebben plaatsgevonden. Dit bevestigt dat de oproep van de NDP wel degelijk van essentieel politiek belang is geweest... en dus niets heeft te maken met politisering. De VHP erkent in haar artikel dat de NDP de beschuldigingen van de buitenlandse advocaten goed heeft geciteerd. Deze veven namelijk aan dat de vervolging van heer de Ramsamoy een politieke vervolging is dat... Dit een bedreiging vormt voor de democratische waarden en de rechtsstaat in het Caribisch gebied en ernstige schendingen van internationaal recht inhoudt. Als je dan als VHP die beschuldigingen van de advocaten van de heer D. Ramsamoy erkent, dan heeft de VHP geen enkele bevoegdheid om als rechter op te treden en aan te veven dat wat zijn advocaten aanveven grote onzin is, bedrog en misleiding inhoudt. We hebben al vele malen kunnen constateren dat de politieke partij, de VHP, zich zeer nauw verbonden voelt met de rechterlijke macht en gaat nu zelfs als politieke partij reageren voor de onafhankelijke internationale rechterlijke macht. Hiermee heeft de VHP de voorwaarden van een democratie, namelijk de trias politica, opnieuw ernstig geschonden en zich internationaal te schande gezet. Daarnaast vindt de VHP dat de NDP geen recht heeft van spreken over ons rechtssysteem. Dit houdt in dat de VHP haar eigen grondwet niet kent en ook de mensenrechten niet nakomt, wat nu juist is omschreven in het Bupo-verdrag waar Suriname aan is geratificeerd. Een uitspraak van de VHP nu valt wel te verwachten dat een ex-president en zijn partij, die weinig op hebben met begrippen als rechtsstaat en integriteit, zich niet veel geleven laat liggen aan dit soort fundamenten van de rule of law. Deze uitspraak staat voor de vernederende en onmenselijke behandeling van de voorzitter van de NDP en is daarnaast zeer discriminerend voor haar leden, waardoor de VHP het wettelijk kader van de Grondwet heeft overschreden en tegen de mensenrechten invaat. Hiermee is het bewijs geleverd dat de politieke partij de VHP de fundamenten van de Grondwet en mensenrechten niet kent. Citaten uit de Grondwet. De Republiek Suriname is een democratische staat gebaseerd op de soevereiniteit van het volk en op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden. Niemand mag worden onderworpen aan folteringen, vernederende of onmenselijke behandeling of straf. En ieder die van zijn vrijheid is beroofd heeft recht op een behandeling overeenkomstig de menselijke waardefeit. Menselijke waardefeit is het bevinsel dat aan alle mensenrechten gemeenschappelijk ter grondslag ligt. Politisering, VHP, is het tot een politiek vraagstuk maken van een eigenlijk niet politiek onderwerp om hierover een politieke discussie uit te lokken. Vaak in eigen voordeel. Al decennia lang politiseert de politieke partij de VHP de 8 decembermoorden om er zelf politiek voordeel uit te behalen. De VHP beseft werkelijk niet dat de Nationale Democratische Partij op 4 juli 1987 is opgericht en niet betrokken was als politieke partij bij deze gebeurtenis. Het is schandalig dat de VHP nog steeds politieke winst wil behalen over de rug van de 8 december slachtoffers heen. Laat staan wat dit voor de nabestaanden en het volk van Suriname betekent. Al is het volk zich te degen bewust aan het worden dat de VHP via de weg van leugens, bedrog, manipulatie en criminalisering van zijn politieke tegenstanders... af wil komen en deze op een ondemocratische manier wil uitschakelen. Maar dat zij zover gaat om zich nu niet meer te houden aan wet en regelgeving... is wel heel bijzonder, zeer schadelijk voor de democratie... en zeker beangstigend voor de aankomende verkiezingen. We hebben namelijk vorige week al meegemaakt wat de NPS is overkomen. Marie-Louise Vissers advies, consultatie en politiek development bureau. Dagblad Star Nieuws Paramaribo, Suriname.